Wij proberen een impact te maken door mensen lekker eten te kunnen blijven geven, zonder dat dat een grote impact heeft op het milieu. Wij kunnen een reductie teweeg brengen van 90% methaan, 90% minder landgebruik, 90% minder water. En daarbij nog steeds een lekker gezond stukje vlees maken voor iedereen, zonder daarbij de negatieve gevolgen. Ja, dit is onze R&D-faciliteit. Hier doen wij dus onderzoek naar het productieproces om dat steeds verder te optimaliseren en goedkoper te maken, zodat we uiteindelijk deze technologie kunnen uitrollen, zodat iedereen kan genieten van gecultiveerd vlees. Nou, we pakken een heel klein stukje van een dier, in ons geval varkens. En die cellen vermenigvuldigen wij hier op het lab wat je achter ons ziet. En zodra wij genoeg van deze cellen hebben, zetten wij deze om in spier of vet. En daarvoor maken we worstjes. Het doel is het verminderen van dieren in ons voedselsysteem. We hebben hier een keuken om productontwikkeling te doen. Uiteindelijk is het materiaal wat de mensen hier maken op de laboratoria geschikt om te consumeren. Maar dan willen we wel zeker weten dat we daar iets lekkers van kunnen maken. Ja, als je een start-up bedrijf bent, zijn er heel veel dingen die je nog niet kan. En de RVO is een uitgestrekte hand om hier door deze moeilijke fase heen te helpen. Met geld, of met advies, of met connecties. En op al deze gebieden heeft de RVO ons geholpen.